Hallo mensen. En welkom terug bij deze nieuwe video vandaag. Dit spelletje. Ja, en de hand doen, hè. Is toch niet copyrighted? Anders ben ik nu copyrighted. Ja, ik ben hier al een tijdje mee bezig. Met dit. Deze supermarkt. Ik heb geen monies iets gedaan, hoor. Nee, hoor. Niet gedaan. Aankoop. Oh. Moet ik dus weer kopen. Kijk, en dan kunnen we zo kieken. Dan gaan we zo doen. Ja, ik ben best wel ver met mijn winkel. De graphics staan heel laag, hoor. Ik weet ook niet hoezo, maar dat is soms. Hij wil door is voor Nutella. Nul. Twee. Komen dan twee dozen daarvan. Dan. Nu kan je echt ultimate veel pakketjes doen. Maar nu staat het netjes. In plaats van dit. Ja, dus ook meteen de nieuwe update video eigenlijk gewoon. Ja. En twee speakers. Dat heb ik niet besteld. Ja. Kijk dan. Alles staat zo netjes hier. Het zijn ook opeens heel veel vakkenvullers, hè? Heel veel vakkenvullers. Ja, dankjewel voor de speaker. Hier, zo'n blok ding. Kijk, maar ze hebben ook zelfs. We doen dit. We hebben doen twee dingen en dan doen we de zelfscans. Zo. En daar kan er dan nog een. Dat is fijn, want we hebben hier nog eentje staan, hè? Zo gebeurt er dit, hè? Zo. Maar die winkel kan nog lang niet open, want die mensen, die vakkenvullers doen het niet bijvullen of zo. Maar ik weet ook niet wat er allemaal in de winkel wel staat en niet. Nee. Dit sowieso, dit staat nog niet in de winkel. Nou zeg. Zo. De kassa. Ja, maar dan moet dat veranderd naar. Dat denk ik toch dit. As for, ja. Hoe werkt dit nou eigenlijk? Ah, het werkt wel handig. Eigenlijk. ...100% staat het zout nog nergens. Ik denk dat het zout hier ergens moet.
gooi. Hoppa. Ik vind het andere spelletje nog wel iets leuker eigenlijk. De grocery store simulator, die heb ik ook. Dat wordt dan... Dat gaan we ook nog spelen, maar kijk op. En de ingang. Is ook een upgrade. Denk het niet. Groei, groei. Opslag. Verander de ingang. Die heb ik nu. Ja, deze is ook wel mooi, hè. Dus met zijn schuif. Deze is lekker modern. Heel modern, hè, dit. Goed modern. Goed voor de moderne winkel. En dan voor... Nee. Waarom eigenlijk gewoon verplaatsen de deur? Maar dat gaat dus niet. Dat is niet handig. Als je nou hier... Ja, dat is een goede plek, hoor. Ga je zo... Hey, oprot. Ga je nog wat doen? Jongeman. Oh, dat is de... Norway. Het staat hier weer. Norway. Ah, waar ben jij? Nee. Hier dan? Denk het ook niet. Nee. Toch? Nee. Ik heb nog best wel een paar licenties over. Kijk, wijn, biervaatje. Hebben ze nog iets met bier, frisdrank, dingen, boeken, la. Aankoop, hoppa. Hoge hekken. Staat het dan ook netjes hier? Ja, heel netjes gedaan. Dat is mooi. We hadden nog genoeg rek over, maar... Zo, en dan hebben we die restrek en ook nog. Dat kost me wel een arm en een rug. Maar ik vind wel, ze hebben het spel wel verbeterd. Ja. Sowieso, die spel is sowieso al verbeterd. Ik heb ook een Engels kanaal nu. Henk de Drums of English. Je moet daar echt even naartoe gaan om gewoon te abonneren. En moet ik gaan kijken hoeveel abonnees ik krijg, kan binnenkrijgen. Aan het eind van het jaar in dat kanaal of zo. In dat kanaal. Ja. Je producten. Helemaal naar onder. En je kan ook zien wat. Zit er ook een ding op van hoeveel de... Oh. Nu kan je zoveel kopen als je wilt, man. Kijk dan. Ja, gaan we dan lekker allemaal pakken, hè? Ja, ik sluit hier de video bij af. Want het is wel genoeg geweest. Dan komt de auto op me af. Ik word meegenomen. Maar, abonneer. Like. En dan zie ik je bij de volgende video. Later. Dag. Doei. Abonneer op mijn Engels kanaal. En de Drums of English. Bye bye.